Eline van Eline94 en het is even een ander perspectief vandaag. Ik heb vandaag mijn What I Read in... Ik ging niet naar Engels door elkaar praten. Engels-Nederlands door elkaar. Ik heb mijn wat ik heb gelezen in de maand mei video voor jullie. Het zal even omhangen wanneer mijn zo met die pagebox binnenkomt of dit het tweede weekend van juni of het derde weekend van juni online komt. Ik heb mijn briefjes van mijn TBR erbij gepakt en ik heb mijn bullet journal, reading journal erbij gepakt. Mei is niet echt een top leesmaand geweest. Ik ga beginnen met het boek waar ik al in was begonnen net aan het eind van april. En dat is Feilloos, het eerste deel van de Chestnut Springs series van Elsie Silver en dan in het Nederlands. En de taps te zien kun je wel nagaan dat ik het best een goed boek vond of in ieder geval interessant. Ik heb het een 8 gegeven en ik, ja, I love it. Ik vind het wel echt een leuke serie. En dan hoor ik toch best wel vaak dat eerste delen nooit zo goed bevallen. Ook bij deze vond ik eigenlijk dat, de laatste tijd hoor ik in één keer best wel mindere verhalen over het eerste deel. Dus ik vond het in ieder geval super goed. En eind deze maand, 20 juni, komt het tweede deel Nederlands uit. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dan heb ik twee luisterboeken geluisterd. Ik moet ruimte maken. Ga ik hem hier neerzetten? Afrekeningen van Paul Vugts geluisterd. Die volgens mij ingesproken is door AI. Want ik kon geen inspreker vinden en het klonk echt, sommige dingen dacht ik echt, niet al te best uitgesproken. Ik heb het boek wel een 7 gegeven. Ik denk dat de minpunten vooral door de stem waren. Dan heb ik Beroep Avonturier geluisterd van Kees van der Spek. Ik hou van Kees van der Spek. En ook dat boek heb ik een 8 gegeven. Toch een even ander soort boek, maar ook, ja, wel echt, ja, ik vond het wel een leuk boek. Dan heb ik volgens mijn TBR. Je kunt het niet zien, je kunt het niet zien, je kunt het niet zien. Bright uitgelezen van Ellie Hazelwood. Ik heb de Nederlandse versie gelezen, ook wel aardig wat getapt. Ik weet het niet zo. Ik had hier een beetje mijn ups en downs bij. Het was een beetje meh. Ik heb hem een 7,5 gegeven al met al, omdat ik wel echt zat van, toch wel interessant. Maar het einde, dat vraagt wel echt om een deel 2 of een ander perspectief of... Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar of hier een vervolg op komt. En ik hoop niet te veel dat het dan weer om haar draait, zeg maar. Ik ben ook haar naam alweer kwijt. Oh ja, Misery. Maar ik hoop misschien vanuit iemands anders perspectief. Ik heb deze redelijk aan het begin van de maand met een paar mooie dagen van mij buiten gelezen. En... Het allemaal vetvlekken op. Dat is het nadeel met zo'n mooie kaft. Dan zie je meteen alle. En hier ook. De letters laten echt meteen los. Dan heb ik mijn 2024 nieuw release. Deze gaat wel in een potje. Met prompts die vaker kunnen voorkomen. Dat ga ik hierin doen. Binnenkort ga ik proberen om vaker soort boekenvideo's. Als in dat ik allemaal dingen doe die te maken hebben met boeken. Maar dan komt dit binnenkort wel. Ik ga binnenkort mijn TBR potje en zo wel opruimen. En dan komt dit soort dingen komen dan allemaal naar voren. Maar dat was het Spiegelcircus. En ik heb deze eigenlijk in één dag uitgelezen. En ik vond hem fantastisch. Ik heb hem ook een 8 gegeven. Het was echt wel een flink stuk dunner. En oh, kijk die sterrenbeelden. Dit is de So Many Pages variant. En hij is van Suzanne en Martin, of zoals ze samen dan Suzanne en Martin heten. Het is eigenlijk hun debuut, hun gezamenlijk debuut. En ja, ik vond het echt een leuk boek. Het is wel echt wat jonger geschreven. Ik bedoel, hè, als je naar de paginavulling kijkt, het is redelijk wat makkelijk te lezen. Het had ook niet zo heel veel bladzijdes, maar ja, ik had wel goede binding met de karakters. En ja, ik vond het een goed boek. En
wat wou ik hier nog meer over zeggen? Ja, niet te veel, want ik ben dus een andere video aan het opnemen die echt nog wel een tijdje kan gaan duren. Maar, oh ja, wat toevallig was. Toen ik deze uit had, die dag, want ik heb hem eigenlijk dus in 2 dagen gelezen, maar eigenlijk kon het in 1 dag. Maar de dag dat ik het grootste deel van dit boek heb gelezen, kwam het boek uit. Dat vond ik wel heel toevallig. En toen ik het boek uit had, aan het eind van die week, was het volle maan in Boogschutter. Verder ga ik hier niet te veel over zeggen. Vond ik allemaal helemaal leuk en in mijn element. En ja, helemaal mijn ding. Ik werd er blij van. Dan heb ik een boek met een Z in de titel. Ja, op zich kan deze ook wel nog, maar hoeft niet per se. Dus hij gaat er voor nu in het potje. Baantje en een dode rendezvous. Wel wat getapt. Kun je niet zo heel goed zien. Eigenlijk niet zo goed wat de... Ja, volgens mij maar 1 verwijzing. Kun je niet zo goed wat de andere kleuren zijn. Volgens mij is het meer toeval. Even kijken, want ik heb hier toevallig 2 kleuren gebruikt. Oh, er was een shocking moment. En hier was iets grappigs slash quote. Die kunnen bij baantjes soms wel samen gevoegd worden. Even kijken. U mag mannen nooit met honden vergelijken, sprak hij afkeurend. Waarom niet? Daar doet de honden onrecht mee. Ik heb mijn eigen honden nooit honds gevonden. Vond ik grappig. Maar... Ik weet nog dat ik deze zei van, oh ja, Brabantse truus. Die is 1 keer voorgekomen. Dat was disappointing. Maar, baantje is altijd een goed idee. En ik heb hem een 7 gegeven, omdat ik het toch wel een beetje meh vond. Uiteindelijk. En Brabantse truus helemaal niet zo essentieel was. Dan heb ik echt nog op de valreep, de laatste paar dagen van mei, Caraval uitgelezen. Deze ging ik lezen voor mijn boekenclub en die is pas eind juni, maar I like it. En ik kan niet ontkennen dat ik misschien wel deel 2 ga kopen. Ik heb nog niks gekocht, maar ik heb hem een 8 gegeven. Ik ben zo benieuwd naar deel 2 en ik heb geen idee of het ook echt een vervolg gaat zijn. Deel 2 is meestal legende, of meestal legende. If you know, you know. En dan heb je deel 3 is finale. Maar ik zag ook nog dat er nog een deel 4 in het Engels is of komt. Of... En dan snap ik het even niet meer. Maar. Ze zijn best prijzig. En ik ga hem in het Nederlands lezen. Dus dan wil ik hem ook in het Nederlands lezen. De serie die hierna komt heb ik deel 1 van in het Engels. Dus ja, ik ben benieuwd. Mocht je weten of je Once Upon a Broken Heart, of je daar heel de Caraval trilogie voor moet hebben gelezen, of alleen het eerste deel, of eigenlijk de allemaal maar een beetje overhyped is, let me know, zonder spoilers graag. Ik probeer mijn video's ook zo spoilervrij te houden en tenzij anders dan laat ik het weten, maar dit is zeker een aanrader. Ik heb ook lekker veel vrolijke kleurs gebruikt. Een van de vragen van mijn boekenclub. Simone, als je kijkt, negeer deze dingen dat je dit hebt gezien, hoort. Is wat je, hoe je terugkijkt na het lezen op je vooroordelen of je eerste indruk. En mijn zin was, waar is mijn circus tent? Ik weet niet, we hadden het er heel de tijd over dat een vriend van mij die ook in een boekwinkel werkt, die zit ook bij een boekenclubje. En die noemt dus dit boek, de heet het Carnaval. En toen hadden we het een beetje over het circus en hoe het vroeger was. En een beetje een reizend circus eigenlijk, een beetje à la spiegelcircus. Maar dat wist ik toen nog niet. En ja, ik miste een bepaald essentieel element. maar ja, leuk. Maar dat is wel typisch, want nu kom ik er dus achter dat ik 3... Bridal trouwens 7,5 geef, wat heb ik dat gezegd? Weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb Caraval, het Spiegelcircus, Beroep Avonturier en Feilloos allemaal een 8 gegeven. En dan moet ik in mijn maandoverzicht nu gaan bedenken
welk boek gaat daarvan winnen? Het gaat sowieso niet Beroep Avonturier van Kees van der Spek worden, want dat was een luisterboek. Dus dan weet ik niet hoe de schrijfstijl is. Waar het eigenlijk voor kan zorgen dat het hoger is. Maar dat gaan we dus niet doen. Ik denk het Spiegelcircus ook. Ik denk toch dat het Feilloos gaat worden. Omdat ik die wel echt helemaal... Voel ik net wat meer alle stukjes in elkaar vallen of zo. Caraval had ook een goeie. Maar ik ben gewoon te benieuwd naar deel 2. En ik weet dat deel 2 van de Jason Spring series eigenlijk een losstaand verhaal is met overlap. Dus dat denk ik niet dat ik te veel dan van die verhaallijn ga meekrijgen. Maar ik weet het niet. Dit was mijn gelezen, geluisterd, geïrriet overzichtje van de maand mei. Niet veel. Ik hoop in juni meer te lezen. Ik vond het zelf ook echt verschrikkelijk. Mijn maand mei is echt super rommelig geweest. Was niet de beste maand die ik had. Hopelijk op een betere juni. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En tot ziens. Bye.